Dit is Koningshem. En als u nu naar links kijkt, dan ziet u het huis van Simon Tahamata. Tahamata's, die zitten er even prettig bij. Kijk eens even. Ik heb nog even gezocht in mijn persoonlijk videoarchief. Mm-hmm. En ik heb weer leuke oude beelden gevonden. Kijk even met me mee. Die voorkust, hè? Ja. Dit is in die voorkust, hè? Ja. Kijk. Dit is Jan Eversen. Oh god, die gaat even wat doen, hoor. Volgende week. In die voorkust hadden ze een ijsbaan en er kwam een wedstrijdje tussen Simon Tahamata en Jan Eversen. En Jan Eversen, ja. 1, 2, 3! Oh, Simon die kan bijna de bocht niet houden. En loopt daardoor een behoorlijke achterstand op. En Jan Eversen toch een meter of drie gepakt. Simon gaat afsnijden nu. Ja, dus Jan Eversen die wint duidelijk. Let op het snorretje, Simon. Ja, we hebben wel niet zo'n veel, dat is bijna 18 jaar geleden, hoor. Dit is 18 jaar geleden? Ja. Leuk, hè? Leuk om het terug te zien. Heb je nog een gitaar in huis? Ik heb nog altijd dezelfde gitaar in huis. Je hebt nog altijd dezelfde gitaar? Natuurlijk. Pak hem even. Altijd hetzelfde. Mijn vraag is natuurlijk, wat wou je zou je nog één keer iets voor mij kunnen spelen? Keliling lautan, laut yang biru, di mana pohon sagu melambe-lambe, kami berlayar memakai. Pulang ke kampungku di Maluku. Nou. Goed, Simon. Ja? Ja, je kan het nog steeds. Ja, maar dat verleer je niet, hè? Nee. Bruiloft. Ja. De bruiloft, Simon. Dat was 18 december 1981, hè? Is er nou iedereen zo aan het lachen, Simon? Maar jij was aan het lachen, omdat ik te vroeg was. Oh, je was te vroeg. Simon, ga zo door. Dat ik heel veel hoor. Tahamata heeft gescoord. En nu in koor. Mooi, hè? Nu ben je getrouwd. Ja, je moet happen. Ja, Simon ook. Kijk. Of mijn leden vanaf ook. Ja. Dit is mijn vrouw Jomi. Ze komt uit Moordrecht. En ze is schat van een vrouw. Kijk, we weten dat jij er nog bent. Ja. Maar is Jomi er nog? Jomi is er zeker ook. Wie is er nog?